Hallo medegamers, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Shazi op je beeldscherm als vanouds. In deze video ga ik jou alles vertellen wat je moet weten over de launch van de PlayStation 5. Vind je het leuk dat ik weer eens een video maak? Like dan even deze video. Laat een commentje achter of jij de PlayStation 5 of misschien wel de Xbox Series X gaat halen. Dan gaan we nu beginnen met de video. Als eerste, wanneer launcht de PlayStation 5? Op een aantal continenten slash landen lanceert hij op 12 november al, maar voor ons in Europa en in dus Nederland lanceert het op 19 november. November, dat is de dag dat als je hem niet al gepre-orderd hebt, je naar je nearest game store moet chasen om hopelijk een PlayStation 5 te kunnen claimen. Wat gaat die kosten? Er zijn natuurlijk twee versies. Dat is de Digital Edition, die gaat €399 kosten. En de Disc Edition, en die gaat €499 kosten. Nu we het toch hebben over prijzen, de games van de PlayStation 5, die gaan ook in prijs omhoog. Die gaan namelijk rond de €75 zitten. Dus dat is best wel, ja, is toch wel een jump. Natuurlijk waren ze soms al 70, maar dat was dan vooral in de digital store zo, dus in de PSN store. Buiten in de winkels vond je ze niet zo vaak voor €70, maar dat gaat nu toch echt veranderen. Waarom is dat, vraag je misschien af. Games die zijn eigenlijk echt al jaren €60 en de productiekosten van games die zijn de afgelopen jaren eigenlijk alleen maar gestegen. En als wij het soort ervaringen willen zoals een God of War... The Last of Us 2 en dat soort dingen. Als we studios willen zien die de boundaries, die de grenzen blijven pushen, dan was dit gewoon nodig om de prijs wat omhoog te gooien. Dus dat is de reden waarom de prijs nu wat meer is geworden. Ik vind het persoonlijk ook niet zo erg om net even een paar euro meer te betalen voor een game waar ik echt naar uitkijk. Maar in deze video hadden we het daar niet over. Waar ik het wel over ga hebben is de launch games die je kan halen bij de PlayStation 5. Het zijn er niet heel veel. Maar er zitten wel een paar hele sterke bij. Van Sony's first party studios, dus van de studios die echt van Sony zijn, komt daar dus Astro's Playroom. Die zit sowieso al geïnstalleerd als het goed is op je PlayStation 5. Die hoef je niet te kopen, dat is meer een demo area om je te laten zien wat de PlayStation 5 allemaal kan nu qua physics en graphics en dat soort dingen. Dan hebben we Demon's Souls, die is gemaakt door Bluepoint Games, eventjes uit mijn hoofd. Dat is een studio die eigenlijk specifiek focust op remakes. Zij hebben ook Shadow of the Colossus, de remake bijvoorbeeld, gemaakt. Demon's Souls, dat is misschien wel de game die ik zelf ga nemen bij mijn PlayStation, die ik trouwens wel lekker gepre-orderd heb bij bol.com. Ik had ongeveer 5 minuten en daarna was dit alweer uitverkocht. Dan hebben we Destruction All-Stars. Er zijn ook al een paar trailers van gereleased en dat vind ik eigenlijk een game die er ook wel heel erg goed uitziet. Het lijkt een beetje Rocket League on steroids te zijn, to some extent, maar dan meer met een focus op gevechten als in auto tegen auto en niet zozeer een bal die je moet scoren, volgens mij, maar dat is even uit mijn hoofd. Dan hebben we natuurlijk Marvel Spider-Man Miles Morales. En dat wordt sowieso wel tof als je into Spider-Man bent. De combat zag er dit keer wat interessanter uit dan in de vorige Marvel Spider-Man game. Dus ik hoop dat dat ook echt daadwerkelijk zo blijft te zijn. En dan hebben we nog Sackboy, A Big Adventure. Dat is leuk voor de mensen die houden van platformers. Ik heb zelf niet zoveel met Sackboy, maar het is leuk dat die er is. Van de third party studios hebben we dan Assassin's Creed Valhalla. Dat is de nieuwe Assassin's Creed in een Nordic setting. Ze zijn allemaal Vikings dit keer. Ook leuk, daar hebben we Cyberpunk 2077. En die gaat dus tegelijkertijd releasen met de release voor ons van de PlayStation 5 op 19 november dus. Als ik Demon's Souls niet haal als launch game, dan wordt het wel Cyberpunk. En misschien neig ik zelfs wel meer naar Cyberpunk. Ik weet niet, ik verwacht gewoon best wel wat van die game. De nieuwe game van de maker van The Witcher, als je dat nog niet wist. Dan krijgen we Call of Duty Black Ops Cold War. Boeit mijzelf echt helemaal niks, maar die released op 13 november. Dus ietsje eerder dan de PlayStation 5 nog. Devil May Cry 5 Special Edition, ook heel nice. Dit keer kan je Virgil spelen en ze hebben hem een beetje geüpgrade voor de PlayStation 5. Dan hebben we Destiny 2 Beyond Light, heeft niet echt uitleg nodig denk ik. Godfall is wel weer echt een PlayStation 5 exclusive. Ja, het is een third person action game, dus wat meer zoals ook een Devil May Cry of iets dergelijks. Dan hebben we Fortnite Skip. En dan hebben we nog Watch Dogs Legion. Dat is een game waar heel veel mensen enthousiast over zijn. Ik vind het er wel leuk uitzien, maar again, het doet niks met me. Anyhow, dat zijn de launch games. Dan iets nieuws wat is aangekondigd en best wel tof en heel low-key is dat eigenlijk ook Sony's antwoord op Game Pass. Al is het
ja, niet een groot antwoord. Het is gewoon een antwoord. En dat is de PlayStation Plus Collection. De PlayStation Plus Collection wordt een subscription service, ook à la de Game Pass. En daar komen dus een aantal titels op. Het zijn allemaal PlayStation 4 titels, maar je kan ze wel spelen op je PlayStation 5. En dat is dan God of War, Bloodborne, Monster Hunter World, Final Fantasy 15, Fallout 4, Mortal Kombat X, Uncharted 4, Ratchet & Clank, Days Gone, Until Dawn, Detroit Become Human, Battlefield 1, Infamous Second Son, Batman Arkham Knight, The Last Guardian, The Last of Us, Persona 5 en Resident Evil 7 Biohazard. En dat zijn echt niet de minste titels. Ik kan me ook niet voorstellen dat iedereen ze al gespeeld heeft. En dit is dan een goede manier om te kijken, te ontdekken of je ja, een game hiervan leuk zou vinden. Game Pass zelf is dus €9,99. En ik denk dat deze service goedkoper gaat worden. Ik zelf schat eigenlijk tussen de €5 en €15. Maar ik zou het heel raar als ze hoger gaan zitten dan de Game Pass. Omdat de Game Pass zoveel meer biedt dan de PlayStation Plus Collection Service. Dus mijn gok is op €8 of zo per maand, denk ik. Anyhow, ik vind het wel leuk. Ik zou het denk ik wel kopen als het €8 of €7 is. Want je kan ja, best wel wat coole PlayStation 4 titels dan spelen op je PlayStation 5. Dus vind ik nice. Dan nog één belangrijk ding. Dat is natuurlijk, waar haal je je PlayStation 5 vandaan? Ik heb net het eigenlijk al gezegd. Waarschijnlijk is je grootste kans om een PlayStation 5 nu nog op launch te halen, is door daadwerkelijk fysiek naar een winkel te gaan. Vroeg in de ochtend. En gewoon te zorgen dat je een van de eerste bent die de Mediamarkt, de Coolblue, de Intertoys, de Bart Smit, als het nog bestaat, ik weet het niet, dat je die gewoon inloopt en zo snel mogelijk een PlayStation 5 pakt. Dat is denk ik eigenlijk je grootste kans. Maar als het goed is, gaan verschillende websites alsnog hun voorraad aanvullen voordat het 19 november is. En dat betekent dat er nog meer pre-order rondes komen. Dus schrijf je in bijvoorbeeld op een bol.com. Daar kan je inschrijven en dat je een mailtje krijgt het moment dat de voorraad weer is aangevuld. Ik zou dat zeker doen. En dan als dat mailtje dan binnenkomt, je ziet het binnenkomen op je inbox, doe gelijk openen. Zorg dat je €500 klaar hebt liggen of zo. En zorg dat je zo snel mogelijk pre-ordert. Dat is mijn tip voor jullie, voor de mensen die het niet gelukt is om afgelopen keer de PlayStation 5 al te pre-orderen. En voor de rest, ja, succes en veel plezier alvast mocht je de PlayStation 5 halen. Dat was hem voor deze video. Als ik nog een PlayStation 5 video zou maken, wat voor soort video zouden jullie dan leuk vinden? Zouden jullie bijvoorbeeld een top 5 of top 10 van de leukste launch games willen zien? Of heb je een ander goed idee? Laat het me weten in de comments below als je daar toch al bent. Like dan deze video, subscribe als je dat niet hebt gedaan. Volg me ook alvast op twitch.tv/Shazi, want ik ga zeker PlayStation 5 games streamen. En dat wil jij niet missen, dus vergeet dat niet te doen. Dan zie ik jullie heel graag de volgende video weer terug. Later.